Het initiatief voor de schilderij komt door het feit dat ik hier woonde en verhuisd ben. En op het moment dat ik hier woonde, was ik altijd aan het schilderen daar in mijn garage. En als die garage even open ging, dan stond het helemaal vol kinderen. En dus ik had een band met die kinderen opgebouwd in die tijd dat ik hier woonde, ongeveer 2 jaar. En ik heb ze beloofd dat ik wat voor hun zou doen, wat een cadeau zou geven. Wat vindt u van dit initiatief? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is wel leuk voor de kinderen, want ze hebben helemaal niks. En wat vindt u ervan? Nou, ik persoonlijk vind ik, we hebben al een slechte imago deze buurt. En ik vind toch het initiatief van Kenneth, vind ik, ik sta 100% achter. Wat ik wil bereiken is dat de kinderen van deze buurt en de ouders trots zijn op hun buurt. Dat ze elke dag kunnen opkijken naar datgene wat ze gemeenschappelijk voor elkaar hebben geboxt hier. Ik hoop dat de kinderen en de mensen zien dat je van een muur, een blinde muur, een brug kan maken. Want het is nu een brug. Het is een brug naar elkaar toe. En dat is uniek. Schilderij is een markt. Is ook een marktgezicht. Hè? Want we moeten de mens niet zien als een product. Als een appel of als een banaan. We moeten de mens zien als elk individu als een bijdrage aan deze cultuur die we hier op dit hofje hebben. De omgeving die is zo belangrijk dat je zorgt dat die er goed naar voren komt. En dat we met bewoners hier wonen, zoveel nationaliteiten, dat we met elkaar eigenlijk hier gewoon kunnen wonen. En dit initiatief is een initiatief die gedragen werd en die ontworpen werd uit liefde voor die kinderen, voor de buurt. Is dit voor herhaling vatbaar? Ik denk het wel, ja. En gaat u dat ook doen? Ja, ik heb wel enige ideeën en ik ben bezig met een paar objecten. Na 2 weken dacht ik van, hoe heb ik dit kunnen maken, zo groot? Toen zei mevrouw van, je bent gedragen, de 200 engelen. Ik zei, ja, het is zo. Here comes the sun.